Ik ben ervan overtuigd dat de Nederlandse regering het probleem veel erger gemaakt heeft dan het oorspronkelijk was. Door dat eindeloze uitstel, de vaagheid, rare kaartjes op vreemde momenten. Nou ja, kortom, bar slecht gecoördineerd beleid. Ja. Zoals natuurlijk al die zaken waar we het over gehad hebben het gevolg zijn van bar slecht beleid. En ik denk niet dat het CDA deze houding die ze nu innemen helpt om meer zetels te winnen. Nee, nee. Wat ik al zei, volgens mij is het CDA een zinkend schip. Ik weet niet hoe het met de waterdichte compartimenten zit, volgens mij is al eerder voorspeld dat het CDA op de fles zou gaan. En toen kwam het, ten tijde van Fortuyn, kwam het natuurlijk plotseling terug. Als een soort van iets minder krankzinnig alternatief. Ja. Maar zij... Dus wie weet is er zelfs hoop voor het CDA. Maar Hoekstra hoopt natuurlijk nu van, doordat ze nu een punt kunnen scoren, dat mensen terugkomen. Dat begrijp ik sowieso niet. Ik zou wel de leiding hebben gewisseld in het CDA. Neem nou toch een of andere sympathieke, welbespraakte varkensboer of zo. Ja, maar dit is natuurlijk een beetje onzin, die Hoekstra. Ja. Dat is een keus van de partijelite geweest. En het CDA heeft het ook niet erg verstandig geopereerd. Ze hebben eerst die enorme verkiezingsnederlaag geleden. Toen hebben ze besloten, hoe heette die man toch ook weer, met die dubbele naam, die nu burgemeester van Leeuwarden is. Ja. Maar jij kunt er ook niet op komen. Nee, de vorige keer hadden we het er ook over. Toen dacht ik, hoe heet hij ook alweer? Ja. Toen moest de partij geweldig naar rechts. Echt, dat je denkt, wat is dit voor onzin? Niet waar, was juist niet de attractie van de confessionele. Zoek het even op trouwens. Dat ze een beetje van links naar rechts konden. En vervolgens hebben ze dan ook nog, zijn ze erin geslaagd om op zich de partij uit te pesten. Ja. Wat ik wel ongelooflijk stom is, toch? Ja, dat was natuurlijk een stemmenkanon. Ja. En die hele leiding van het CDA is toch ook weer een klassiek voorbeeld van. Ja, ik zou hem denken. Nee, we hebben voor de Sybrand van Haarsma Buma. Ja, dat was het. Ja, die vond dus dat het CDA moest rechts van de VVD positioneren. Nou ja, dat is ook geen groot succes geworden. En toen hebben ze Omtzigt weggepest, wat natuurlijk hartstikke stom is. Want die is ook Omtzigt is aan de randen een bedreiging voor het CDA. En een leiderschapsverkiezing tussendoor nog, die ook een beetje doorgestoken kaart was. Misschien moeten we ook die politieke partijen eens adviseren. Begin niet aan een leiderschapsverkiezing. Het polariseert, het kweekt tegenstellingen, het kweekt slechte humeuren. Doe dat niet. Zeg gewoon, Piet moet het worden. Klaar is Kees. Ja, we hebben het bij de PvdA gezien, we hebben het bij de VVD gezien. Ja, het is overal ellende geweest. Ja. Wat dat betreft kun je het beter zoals de SP doen. Hè? Van de dochter van... Dynastieke opvolging. Ja. Dat is wel meteen duidelijk. Wie zou van Haarsma Buma nog een zoon of dochter hebben die... Vast wel. Als je nu even doorredeneert, dan wil het CDA natuurlijk, als er straks wat verandert in het beleid, claimen van, kijk eens eventjes beste boeren, dit hebben wij toch wel mooi voor elkaar gekregen. Maar ik denk dat die boeren zeggen, nee, dat komt omdat de BBB zo groot is geworden. Ja, daar hebben ze wel een beetje gelijk in, toch? En daardoor is het CDA gaan lopen. Want waarom heeft het CDA dit niet eerder dan in dat regeerakkoord afgesproken? Als ze zo met de achterban begaan zijn. Nou, omdat ook in het CDA wel begrip bestond voor het feit dat we er iets aan moesten doen. Ja, maar nu hebben ze spijt. Dat ja, is toch eerder... nu hebben ze spijt en nu willen ze opnieuw onderhandelen. Maar zelfs de wet dat is gevraagd om nieuwe onderhandelingen. Maar daar is geen datum voor vastgesteld. En het is nog onduidelijk wanneer en hoe die dan zouden gaan plaatsvinden. Daarvan zei Rutte ook binnenkort, maar misschien voor de zomer, maar je voelt al aan, als die onderhandelingen in de provincies te lang duren, misschien schuift het wel gewoon 4 jaar voor zich uit. Ja, dat zou kunnen. Het lijkt me ook voor het CDA betrekkelijk suf om te zeggen, we moeten dat helemaal anders gaan doen. Ja. Want je hebt eerder gezegd dat je het acceptabel vond. Je hebt getekend voor een regeringsakkoord. Ja, een beetje kinder. Maar zij willen die stemmen op het platteland terugwinnen. Ja, of ze die ooit terugkrijgen, dat acht ik de vraag. Hmm. En hoe vind je dat D66 zich hierin opstelt? Ja, die konden niet anders natuurlijk. Als D66 had gezegd, volstrekt onacceptabel, was het kabinet gevallen.
En als het kabinet valt, krijgen we nieuwe verkiezingen. En aangezien de Nederlandse kiezers, althans een niet onaanzienlijk deel daarvan, niet goed bij zijn hoofd is, kan dat heel verstrekkende gevolgen hebben. In ieder geval voor de komende 4 jaar.